Baggeren gebeurt bijna dagelijks in de haven. Maar de manier waarop ze het hier doen, die is net even anders. Dit is de allereerste keer dat er in Rotterdam op waterstof gebaggerd wordt. Ja, hier is een pilot aan de gang met het baggeren op waterstof. Het havenbedrijf vindt dat heel belangrijk. Baggeren is een belangrijke emissiefactor. Wij willen dat graag verminderen, de emissies van CO2, van NOx. En een van de belangrijke brandstoffen waarmee je emissies kan voorkomen is waterstof. Dus je ziet hier bovenop die container, dat is de voorraadcontainer met waterstof. Daar wordt het onder druk opgeslagen. Vanuit daar gaat het naar de brandstofcelcontainer. En die zetten de waterstof eigenlijk om in elektrische energie. Wat dan vervolgens kan worden opgeslagen in de accu en worden gebruikt door de baan. Die container is nu genoeg voor ongeveer 2 dagen. Dus het is maar vergelijkbaar met ongeveer 1200 liter diesel. Het mooie aan de Medusa 2 is dat we hier dus allerlei andere duurzame energiedragers en alternatieve aandrijflijnen kunnen testen op dezelfde locatie waar nu die brandstofcel staat. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan een methanol, misschien wel een ethanol of ammoniak. Uiteindelijk zou je dat allemaal hier aan boord kunnen testen. En wat is nou het belang van deze pilot voor Boskalis? We moeten juist dit soort pilots doen om erachter te komen wat het betekent om emissieloos te werken en wat voor impact dat heeft op onze bedrijfsvoering. Uiteindelijk, ja, je moet natuurlijk ergens een locatie hebben waar je kunt gaan baggeren. En je hebt die locatie nodig waar je dus die waterstof van en aan boord kan zetten. En dat moet je allemaal afstemmen op elkaar. Nou, in deze pilot werken we samen met Boskalis en met ZHub. En die twee partners zijn voor ons heel belangrijk. ZHub is een samenwerkingsverband wat is opgezet met Boskalis, Van Noorderdam en ISC. Om gezamenlijk de energietransitie te maken in de baggersector. Dus dat betekent dat toeleveranciers, energieleveranciers, motorfabrikanten, fuelcelleveranciers, die zijn allemaal aan boord, net zoals de eindklanten en de baggerbedrijven. Wij gaan de kennis hier gaan we delen, omdat wij vinden dat de sector als geheel moet hiervan leren. En we gaan ook met andere contractanten en andere aannemers gaan wij ook pilots doen met bagger op waterstof. Door het gezamenlijk te doen, verlaag je de risico's, verlaag je de kosten en kun je ook sneller meters maken. Wij kijken heel positief terug op deze pilot, omdat het ons uiteindelijk dus gewoon lukt om deze gigantische kraan die je hierachter ziet op waterstof te laten draaien. Nou, een paar maanden geleden had ik niet gedacht dat dat zou lukken. Wil je meer weten over de slimme haven en hoe we onze CO2-uitstoot verlagen? Neem dan een kijkje op onze website.